Ze hebben geen onderwerpenlijst. Nee, ik heb ook niks voorbereid. Oh jee. Ready to go? I'm ready. Maar jij was een artikel aan het schrijven. Oh jongens, begin er niet over. Dat artikel dat gaat over marketing. En dus mensen die marketing bedrijven. En hun invloed op content. Zou marketing de eigenaar moeten zijn van het maken van content voor een bedrijf? Of voor... Als het een winkel is, dan is het logisch dat marketing in ieder geval nogal wat te maken heeft met de communicatie. Ja, daar zou je eigenlijk ook heel goed content kunnen maken. En dat mis ik heel erg. Google, die kan je alleen maar een brief sturen als je... Nou ja, die kan je eigenlijk kan je niet fysiek contact mee opnemen. Help, mijn login werkt niet. Maar die vraag die willen ze niet op de website zetten. Omdat dat conflicteert met het scheppen van een vertrouwd beeld van het betreffende merk. Maar dit soort communicatie, hoort dat niet gewoon eigenlijk wel bij marketing? Maar is het niet gewoon een probleem dat marketing zich er nog niet genoeg mee bezig heeft gehouden? En zou dat het kunnen zijn? Dat er een soort van conflict is tussen oude en nieuwe vormen van communicatie. Dat zie je natuurlijk ook steeds meer. Vaak worden experts aan het woord gelaten. Ja. Dat is ook gewoon een... Nou, ik ben dus bijvoorbeeld gevraagd om een webinar te gaan doen over responsive design. Mm-hmm. Maar mijn verhaal sluit niet helemaal aan bij wat dat systeem verkoopt. Maar dat is op zich wel interessant. Dus ze willen graag dat ik het doe, maar ze hebben er wat moeite mee dat ik mijn eigen ding ga vertellen. Dit zijn natuurlijk de maandagmensen, die zijn veel... Heer, goedemiddag. Hallo, ik wou eenmaal het Polish pakket. Oh. Ik zet hem in zijn achteruit in plaats van in neutraal. Ja, dat kan natuurlijk. En toen reed ik over een of ander dingetje heen en nu staat de hele wasstraat stil. Ik heb alleen maar feedback gekregen over dat het te lang duurt. Ja. De ketting is gebroken. Oh. De wasstraat is stuk. Nou, of misschien moet gewoon het hele concept anders en moeten we dus niet in een auto gaan zitten en heel lang gaan rijden. En dan vraag je af, hoe kan dit in hemelsnaam stuk gaan? Maar goed, als we dat besluiten, ik zou het wel missen hoor, het is wel leuk zo'n... Ja. Het is fijn dat we een beetje zitten te staren naar een kapotte wasstraat. Ja, moet je zeker eens een keer uitproberen, de wasstraat. Zo, en nu niet eens achteruit zetten. Nee, ik denk dat we gewoon mee door moeten gaan. Jawel, moeten we gewoon niet naar de kritiek luisteren. En als er niemand wil kijken, nou dan kijken ze toch lekker niet. Even, dan gaan we gewoon een ander publiek nemen. Ga je toch lekker tv kijken? Ja. Ja. Oh ja, moet je daarvoor betalen? Wij zijn gratis, wist je dat? Allee op. Zo. Nou ja, we gaan een foto ding doen, hè? Precies, ja. Hallo, hallo. En jij bent ook te horen, toch? Ja. Ja hoor. Nou, het is... afgelopen, hè, met SOPA. Dus we gaan het nu even niet doen, want het ligt wat gevoelig om nu in te stemmen met deze wet. Het kan niet zo zijn dat die senatoren die wij betaald hebben, dat die nu niet onze wet uitvoeren. Dat is gewoon openlijke corruptie. Is die nou echt aan het zeggen dat mensen betaald zijn? Ja. Oh ja, er komt nu dus, gewoon een andere versie met hetzelfde. Oké, je mag niet stemmen. Dat is nou jammer. Je hebt verkeerd gestemd. Best ernstig eigenlijk. Ja, land. Europa die roert ook zijn zaken met de privacywetgeving. Die doet een hoop. In ieder geval op internetgebied bekijken ze het internet vanuit de gebruiker. Ja. En Amerika bekijkt het internet vanuit rechthebbenden. Maar precies, de slag is gewonnen, maar de oorlog is nog lang niet over. Nee, ik las een mooi artikel van een overtuigde piraat. Ze zegt een groep die zei van ja, we downloaden, maar we kopen ook. We betalen voor onze muziek. Die was daar specifiek op teruggekomen. Die weigert nog te betalen aan muziek. Ik betaal aan een industrie die mij in de gevangenis wil stoppen. Leraren aan universiteiten, dat die geen filmmateriaal meer durven te gebruiken. Dus die durven geen referenties meer te maken aan hedendaagse cultuur. Hè? Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus zover is het daarmee. En dat is echt ernstig. Dus het raakt zelfs het onderwijssysteem. Het verspreiden van de cultuur, dat gaan we onmogelijk maken. Ja. Reviewen van een film, dat het dan wel mag.
Maar dat je dat dan wel in samenspraak moet doen met de eigenaar. Met... Gereviewd zijn door... Ja, dan moet een review gereviewd worden. Ja, nou ja, daar zou het best wel eens heen kunnen gaan. Dat is toch best ernstig, hè? Dat, wat die mensen doen, dat zijn gewoon consumenten. Er komt een nieuwe manier om muziek te consumeren. In plaats van dat ze daarop in zijn gesprongen, zijn ze het gaan bestrijden. Ja. De tegenstanders moeten ook gaan lobbyen en de boel gaan omkopen met meer geld. Labels of onafhankelijke labels, dat die het ook snappen. Ja, ik zag laatst een tweet van die gozer van de 22 Tracks. Ja. En die zei, het is toch ongelooflijk dat ik muziekondernemer ben in deze tijd. Maar ja, ik vind het wel super stoer dat hij dat toch wel doet. Maar het is zo'n onmogelijke periode om iets met muziek te doen. Kijk, het gaat over toffe dingen. Het gaat over dingen die mensen tof vinden. Dat gaat toch niet... Dus er is een probleem ontstaan wat er nooit was. Ja. En een industrie ontstaan. De rechtenindustrie is natuurlijk een heel groot. Dat is heel erg winstgevend, hebben we gehoord. Ja. Oké, volgende week hebben we misschien een verrassing. Ja. Doei. Doei.